Vanaf dit weekend zullen de testmetro's stellen met hogere snelheid over de Hoekse lijn scheren. Tot nu toe werd er tot maximaal 40 km per uur getest. Vanaf komend weekend wordt de snelheid opgevoerd tot maximaal 80 km per uur. De Hoekse lijn is de nieuwe metroverbinding tussen Rotterdam-Nesselande en Hoek van Holland. Door tegenvallers is de oplevering van de lijn al een paar keer uitgesteld. De planning is nu dat de Hoekse lijn in het komende najaar gereed is. Het spoor wordt volgend jaar naar het Hoekse strand doorgetrokken.